Die vendingmarkt is super traditioneel. Dus ik heb het liefst die hele wereld vol met zoveel mogelijk machines. Een healthy snackautomaat voor naast de koffiemachine bij bedrijven. Ziet eruit als een iMac en je bedient hem met een smartphone. Met dat product wil mijn gast de wereld veroveren. Patrick Stoker. Van harte welkom, Patrick. Dankjewel. Beschrijf ik het product zo een beetje? De Junea heet hij toch? De Junea heet het. Junea. Beschrijf ik hem zo een beetje? Ja. Ik vond hem een beetje op een iMac lijken, zo met die voorkant. Zo, met dat, ja, stiekem hebben we dat ook wel een klein beetje geprobeerd. Vertel eens de Junea. Ja. Vertel eens uitgebreid. Wat is het voor een machine? Ja. Junea is inderdaad een compacte vendingmachine. Wat wij geprobeerd hebben is een machine te maken die op dit moment eigenlijk nog niet bestaat. Vendingmachines zijn over het algemeen erg groot, log, niet altijd even mooi. En vooral heel erg gericht op locaties waar heel veel traffic is. Dus waar heel veel producten doorlopen. Ja. En er zijn eigenlijk maar weinig kleine compacte vendingmachines. We hebben een kleine compacte geprobeerd te maken waarbij we alle elektronica die normaal gesproken en software in de machine zit, eruit gehaald hebben en in de cloud gezet hebben. Waarmee een machine compacter is geworden, waarmee de machine betaalbaarder is geworden en ook voor hele andere doeleinden ingezet kan worden. Er is een editie die je, waar je het glas kan aantikken. Dat is Junea met een touchglas. Maar de essentie is eigenlijk dat je de machine bedient vanaf je smartphone. Wat zit erin nog even? Zit er alleen maar, kan ik erin stoppen wat ik wil? Want jullie hebben ook healthy dingen en zo, hè? Allemaal helemaal hip. Ja, helemaal hip. Helemaal hip, klopt. Nou, origineel komt het daar eigenlijk wel vandaan. Want? Het hele idee is ontstaan door het feit dat wij denken dat je tegenwoordig naast goede koffie ook nog iets anders moet faciliteren. Kijk, de doelgroep voor een Junea zijn bedrijven tussen de, pak een beetje 20 en 80 man. Die geen interne catering hebben, die geen open koelkastsysteem kunnen hebben waar je maar kan pakken wat je wil, want dan is het allemaal zo op. En waar je dus eigenlijk een vendingmachine naast bijvoorbeeld het koffieautomaat zou willen hebben. En dat je het vandaag de dag met goede koffie gewoon niet meer redt. Dus ik loop er naartoe, ik heb mijn smartphone. Ja. Ik loop naar mijn koffieautomaat en denk, oh, mooi zo'n kruislireep, whatever. Ja. Granen ding, vegan ding. Precies. En dan, wat doe ik dan? Dan heb ik een app. Ja, nee, je hebt geen app nodig. Daar hebben we bewust voor gekozen dat die toegankelijk is voor iedereen. Het is eigenlijk heel simpel. Je scant de QR-code die voorop de machine staat. Of je houdt je telefoon tegen de NFC-chip aan. Wat er dan gebeurt is, dan herkent hij de machine. En dan zegt hij, dan laat hij eigenlijk direct zien waar jij bent. En dan laat hij het actuele assortiment van die machine zien. Natuurlijk, dat is ook het voordeel. Als die vegan reep er niet meer in zit, laat hij hem ook niet zien. Laat hij niet zien. Nee. En dat gaat natuurlijk veel verder dan dat. Hè. Het gaat over productinformatie, voedingsinformatie, allergieën. Stel jij bijvoorbeeld ingesteld dat jij glutenallergie hebt of lactose-intolerantie, laat hij niet eens de producten zien die jij niet mag eten. Dus eigenlijk interface ik met mijn smartphone en dan zeg ik, oh nee, dit is mijn repie, die wil ik, klik. En dan spuugt de vendermachine hem uit. Ja, moet je even afrekenen dan. Hoe doe ik dat? Dat kan op heel verschillende manieren. Je kan als je gewoon voor het eerst die machine gebruikt, kan je zeggen, ik betaal met Ideal en ik reken als het ware eenmalig gewoon mijn snack af. Ja. Je kan ook een account aanmaken. En het voordeel daarvan is dat je eigenlijk nog sneller kan afrekenen. Dan maak je een wallet aan waar je geld op zet of gebruik je een creditcard. En dan hoef je die betaalstappen niet meer te doorlopen. Wat voor systeem, hebben jullie daar zelf een systeem voor ontwikkeld? Ja. Ja, we hebben eigenlijk wat we gedaan hebben is, we hebben een. De filosofie van Innovendo is eigenlijk, wij willen heel graag innovatieve vending- en self-service machines maken. Vandaar de naam Innovendo, dat is de naam van het bedrijf. Dat is de naam van het bedrijf, correct. Dat is enerzijds hardwarematig, hoe ze eruit zien en dat ze compact zijn. Ja. Maar anderzijds misschien wel belangrijker het software element wat erachter zit. Want uiteindelijk hebben we een cloud-platform gemaakt die self-service machines aanstuurt. Die het betalingsverkeer regelt, maar die ook voorspellingen kunnen doen, waar een complete back-office achter zit. Dat er eigenlijk een totaal, de levenscyclus van die snack, vanaf het moment dat die in die machine komt tot het moment dat die weer bijgevuld moet worden, compleet beheerd kan worden. En uiteindelijk is de filosofie dat we zeggen, wij geloven gewoon heel erg dat uiteindelijk jouw portemonnee verdwijnt. Geld verdwijnt sowieso, maar ook die pinpas verdwijnt. Hij gaat naar je telefoon toe. Uiteindelijk betaal je alles met je telefoon. Ja, die telefoon evolueert straks ook weer in een chipje in je arm. Of bijvoorbeeld. Ja. Maar het wordt digitaal in ieder geval. Ja, exact. Ja. Ja. Hey, en want je bent met twee partners. Ja. Bas Smit en moet zijn naam even. Marcel Stolk. Ja. Nou is Bas Smit een wat bekendere, niet ondernemer. Ja, ik wist niet zo goed die ondernemer was, maar dat is je dus wel. Want hij is met name bekend als man van. Als man van Nicolette van Dam. Ja.
Maar het is echt een onderneming. Hoe komen jullie drieën bij elkaar? Bas kende ik nog niet. Marcel ken ik al heel veel jaar vanuit mijn vorige ondernemersavontuur, om het zo maar te zeggen. Ja, want je hebt een soort reclame-media-achtige achtergrond, toch? Ja, klopt. Ik heb 12 jaar lang in de echt traditionele printmedia gezeten en digital signing. Aha. En dat is eigenlijk ook het haakje naar de Unea toe. Wat wij doen met de digital signing is dat we hebben een team van mensen dat heel erg goed is in het bouwen van producten in combinatie met softwareoplossingen. Ja. Dus de hardware en de software. En dat is eigenlijk wat we nu ook met Innovendo doen. En ik ken Marcel heel erg lang. Marcel is iemand die heel erg hoog in de boom gezeten heeft bij Logitech van de toetsenborden en muizen. En toen ik dit concept bedacht had en waarmee aan de slag wilde, eigenlijk heel bewust gekeken naar wat voor soort mensen wil je om je heen hebben om hier echt een succes van te maken. Want dit soort concepten werken natuurlijk alleen maar als je daar inderdaad letterlijk de hele wereld mee kan veroveren. Marcel is de strategische man. Bas is meer de creatieve marketingman. En ik zeg altijd, ik ben zelf de trechter die uiteindelijk de meters maakt. Dat de is trechter die... En hoe vat je dat samen in een titel dan? Jeetje, is dat gewoon de operationeel directeur om in klassieke... Zeker niet operationeel directeur. Nee. Dat is, als je hebt over strategie en marketing, in welke hoek zit jij dan? Is het dan... Nou, ik zit meer in de commerciële conceptmatige kant. Ik denk dat ik redelijk duidelijk een... Gisteren was ik aan het hardlopen en luisterde ik een podcast van Arco van Brakel. Die had het over de 4 seizoenen die je hebt in een onderneming. En dan heb je de winter is zeg maar echt innovatie, geloof ik. En dat is visie. En dan is de lente is al een stukje executie in een eerste fase. En dan heb je de zomer wat continueren. En ik denk dat ik ergens tussen de winter en het voorjaar zit, zeg maar. Je moet mij geen bedrijf laten leiden van honderden mensen en in een managementpositie stoppen. Maar ik ben ook meer dan alleen maar visie en strategie. Dus daar zit het ergens tussen. Maar als je wereldwijd wil dominance, als je world dominance wil, dan heb je maar zo het risico dat je wel heel groot wordt, toch? Ja, dat risico zit er wel in. Ja. Maar dat vind je dan op een gegeven moment niet meer leuk? Nee, in tegendeel. Nee, kijk, weet je, ik doe dit vooral omdat ik dit gewoon heel gaaf vind om te doen. En dat is ik het liefste dat op een of andere manier had ik maar eens hobby's, zeg ik wel eens. En dat is echt zo. Heel veel mensen zeggen work hard, play hard. En mijn, hoe ik dat niet zo'n toffe uitspraak vind. Mijn probleem is een beetje dat play hard is voor mij ook werken. Dus per definitie is het alleen maar het werken waar ik het heel erg goed op doe. Ja. En ik haal gewoon enorm veel energie uit allerlei nieuwe dingen. En constant nieuwe dingen doen. Ja. Constant innoveren, constant ontwikkelen. Alleen is het de kunst om dan de juiste mensen om je heen te verzamelen die uiteindelijk dingen overpakken zodra ze gecontinueerd en uitgebouwd moeten worden. En wie heeft gefinancierd? Want dit is niet iets wat je zeg maar, op je zolderkamertje zonder een eurootje kan doen. Nee, dat hebben we met z'n drietjes gedaan. Okay. Ja, dat hebben Bas, Marcel en ik. Dat is best wel... Ja, ik kan me vragen hoeveel, maar dat ga je waarschijnlijk niet zeggen. Hoeveel is. Klopt. Maar het is meer dan 10. Ja, zeker. Ja, dus, ja. Maar hoe werkt dat dan? Ja. Want jullie, de een kent de ander wat beter. Het is toch een soort huwelijk wat je met z'n drieën aangaat. Ja. Kun je vertellen hoe dat gaat? Is dat een avondje fles wijn open, we gaan het doen? Of hoe werkt dat? Nee, dat zeker niet. Maar het is wel heel erg gebaseerd op vertrouwen. Dat is een ding dat zeker is. Kijk, uiteindelijk, we hebben gewoon alle drie onze kwaliteiten. En ik denk dat we alle drie mega veel geloof hebben in het concept. Dat heeft de markt eigenlijk ook inmiddels wel bewezen. Die vendingmarkt is super traditioneel. Ja. Dus dat is niet normaal. Als je mij vraagt, ben je niet bang om ingehaald te worden? Kom maar op. Ik denk dat wij inmiddels zo'n voorsprong hebben. We hebben 3 jaar aan gewerkt. Hè? 3 jaar ontwikkeling. Ja, want het verbaast. De eerste keer dat ik het hoorde, dat hij van, gast... Waar begin je aan? Er zijn toch al lang een aantal dominante world players die dit toch al lang doen of zo, maar niet dus. Nee, in tegendeel zelfs. Nee, kijk, er zijn spelers die absoluut een hele mooie range hebben aan hardware, die hele mooie softwareoplossingen hebben. Maar het is echt gewoon wel heel erg traditioneel. Ja. En het feit dat wij, Selecta is onze launching customer, dat is eigenlijk de partij, wij exploiteren die machines niet zelf, hè. Zowel niet commercieel als operationeel niet. Aha. Selecta is de partij die de machine in licentie heeft en hem in heel Europa gaat exporteren. Het feit dat zo'n grote speler, want Selecta is nummer 1 in vending exportatie van Europa, met ons aan de slag gaat om dit te doen, ja, dat is vrij veelzeggend, denk ik. Dus een beetje de Tesla onder de vendor machine branche. Nou, vind ik eigenlijk wel een hele mooie vergelijking. Ja, dat zie ik wel als een compliment. Dat is het wel een beetje. Ja. Hey, want dat was mijn vraag. Want hoe zit het businessmodel eruit? Want dit vind ik al meteen een hele slimme die je nou net zegt, zo'n Selecta deal. Want je kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren geld verdienen met zo'n ding. Hoe ziet het businessmodel eruit?
Wij denken heel duidelijk in twee takken, zeg maar. Het team bestaat ook duidelijk uit twee teams. Een hardware team en een software team. Ja. En enerzijds hebben we hardware. Dat is gewoon simpelweg het verkopen van de hardware. Daar waar we marge op maken, uiteraard. Maar uiteindelijk is dat helemaal niet zozeer ons lange termijn doel. Wij hebben veel liever een machine die we heel laagdrempelig kostentechnisch gezien in de markt kunnen zetten. En uiteindelijk zoveel mogelijk transacties uit die machine. Omdat we daarnaast softwarematig gezien eigenlijk zo'n payment provider zijn. Wij rekenen een bepaalde fee voor elke keer dat dat motortje in die machine draait. En dat is ons lange termijn model. Dus ik heb het liefst die hele wereld vol met zoveel mogelijk machines waar wij op aangesloten zijn. En dat is ook wel... Wij hebben enerzijds denken we dat we hardware technisch gezien iets kunnen op dit gebied met een compacte vendingmachine die innovatief is, die er goed uitziet, die nieuw is en bezig met een gekoelde versie voor blikjes en flesjes. Maar anderzijds zijn we ook bezig om onze software te kunnen inzetten op bestaande vendingmachines. En dan krijg je eigenlijk een beetje dat je als gebruiker zijnde, stel jij hebt dat ding bij jou op je kantoor staan en jij gebruikt hem heel regelmatig en je loopt volgens op Schiphol. Heel veel plezier om met die glutenintolerantie of met die lactosevrije behoefte om dan een snack te vinden. Dan wens ik echt, dat is op Schiphol bijna ondoenlijk. Terwijl als je die app van ons opent, dan kan je zeggen, nou oké, ik wil gluten, ik wil een chips of ik wil een reep, weet ik veel wat. Bij gate E8 staat een machine en daar zitten deze producten in. Wie zijn dan je concurrenten? Ja, vind ik moeilijk. Ik zou niet zeggen dat wij geen concurrenten hebben, maar we zitten wel echt in een niche. Kijk, ten eerste, het is een totaal onontgonnen markt als je puur naar de combinatie van de software met hardware kijkt. Ja, er zijn gewoon geen machines op dat gebied. Ja. De branche is ingekakt, wat dat betreft. Ja, die is echt ingekakt. Plus, denk ik, het is de combinatie die dit mogelijk maakt. Hè. Dus zowel de hardware als de software. En in de vendingbranche is traditioneel gezien zijn het of echt... hardwarebouwers. Dus dat zijn gewoon de fabrieken die voor de hardware zijn. En je hebt echte softwarebedrijven. En er zijn weinig bedrijven die daar heel erg in gecombineerd zijn. Je gaat andere soorten producten venden. We zijn nu bezig met een project voor het Midden-Oosten waar ze cosmetische producten willen venden. Waarbij ook weer die informatievoorziening over die producten heel erg belangrijk is. Dus het gaat veel verder dan alleen maar snacks natuurlijk. Als ik dan klik, en dan doe ik altijd zo klok 33 nog, weet je wel, op zo'n ding. Ja. En dan komt er zo'n soort spiraal ding en die doet het dan niet. En dan moet ik tegen die hele kast hengsten om dan uiteindelijk die reep naar beneden te krijgen. Hebben jullie dat opgelost? Ja, in die zin dat dat ding bij ons gewoon echt bijna nooit vastzit. Dus dat scheelt alweer heel veel. Ja. En daarnaast zijn we nu in volle bak in de ontwikkeling met een nieuwe machine waarbij de product op een lopende band staat. Ja, ja. Maar het spiraalprincipe, dat is dan wel weer misschien heel traditioneel. Dat is uiteindelijk voor snacks, omdat die natuurlijk niet op zichzelf blijven staan en die kunnen anders vallen. Ja. Heeft nog steeds niemand een hele mooie oplossing voor bedacht. Ja, misschien moeten we daar nog valt nog wat op te innoveren. Hoe zit het met bescherming van dit patent-wise of zo? Hebben jullie daar veel in moeten investeren? Of is het gewoon iets van, dit is het? Wij hebben de contouren van de machines uiteraard vastgelegd. Om te voorkomen dat iemand letterlijk zo'nzelfde soort machine zou kunnen maken. Maar aan de andere kant denken wij echt dat we op de lange termijn gewoon de voorsprong moeten behouden door constant te innoveren. En dan kan je heel veel willen vastleggen, maar eer dat je natuurlijk een patent geregistreerd hebt, ben je zo lang verder. Dan gaan wij liever gelijk de markt op en geloven we echt in onze eigen kracht. Ja. En ja. Kun je dat financieel gezien met z'n drietjes blijven doen? Of moet er straks geld bij? Nou goed, dat ligt natuurlijk heel erg aan de doelstelling. Maar uiteindelijk, ik ben zelf vorig jaar ook een aantal trips naar het buitenland gegaan. Onder andere naar New York toe. Als wij zouden willen, zouden wij daar morgen een paar honderd machines kunnen plaatsen. Maar kiezen er nu gewoon echt heel bewust voor om strategisch onze basis goed neer te zetten. Dus kom je er inderdaad ook al gauw op neer dat we het niet alleen maar zelf willen blijven doen. Dat we echt heel snel voor opschalen willen gaan. En het gekke is dat als je gaat kijken naar de vraagstellingen vanuit die grote partijen, zoals zo'n Selecta of andere namen. Die mensen daar op de vloer zeggen van al jaren, van waar blijft die machine? Ja. Kom op, er is gewoon een heel groot... Ja. Puur als je alleen al kijkt naar snacks en drankjes en kijkt naar de gemiddelde kantine bij een gemiddeld bedrijf. Of denk aan coworkspaces, aan flexwerkplekken. En je wil daar wat hebben. Daar leent zich dit gewoon fantastisch voor. Het ding is mega goedkoop, dus kan je op een hele makkelijke manier inzetten. En dan vind ik, wat ik gaaf vind, is dat natuurlijk hardware is mooi, maar uiteindelijk die software mogelijkheden zijn nog mooier. Mm. We hebben nu bijvoorbeeld de machine moet je als klant zijnde zelf bijvullen. Dus stel hij staat bij CVD TV in de kantine.
Dan kijken wij op de achtergrond kijken wij hoe het staat met de voorraad. Ja. Als een bepaalde producten minimum komen, dan triggert een systeem automatisch dat jij de volgende dag een doosje krijgt met producten die in die machine moeten. Het enige wat je hoeft te doen, je snijdt dat doosje open, je scant die QR-code en je wordt eigenlijk helemaal daarna bij de hand genomen hoe je die machine moet bijvullen. Mm. He, vanaf het unlocken van de deur, wat je dan op je telefoon doet, tot en met het bijvullen en het registreren van THT-datums. Maar letterlijk, dat kan je in 5 minuten doen. En het is een beetje als bijvullen van de koffiebonenmachine. Ik heb altijd gekscherend gezegd dat je dat bijvullen, dat is een duurzaamheidselement ook. Hè? Wat ik in die zin, wat we daarin ook gaan proberen. De vendingbranche is daarin ook heel traditioneel. De gemiddelde vendingmachine wordt bijgevuld doordat er iemand gewoon met volle dozen Mars en Snickers er naartoe loopt, met een busje naartoe rijdt en dan ter plekke maar ziet hoeveel Mars of hoeveel Snickers erbij moeten. Ja, hoe inefficiënt we het hebben. Dat is mega inefficiënt. Terwijl wij dat in een PostNL-busje met een doosje die je zelf kan bijvullen. En ik zeg altijd, als mijn moeder is altijd een referentie bij ons op kantoor, als die dat test, zeg maar, en die kan dat binnen een paar minuten bijvullen, dan zit het goed. Ja. Ik wens je heel veel succes de komende jaren met het uitbouwen van het succes. En ga je volgen. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel, jij bedankt. En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek hier op cvdtv.nl. Wil je er meer zien? Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Dankjewel. Hoi.